deze doorgereden thuis. Nog niet van huis geweest. U begrijpt, het dier let meer op zijn beweging, op alle enge dingen aan de kant, dan dat hij eigenlijk geconcentreerd is op de hulpen van zijn mama zorg. Dit willen wij u graag laten zien, dames en heren, dat u steeds maar weer ziet, het paard is het dier en geen voorgeprogrammeerde machine. Dan was het makkelijk. Wat is nu belangrijk om hier mee aan de gang te gaan om zo'n paard wat te leren? Dat is in allereerste instantie het vertrouwen. Probeer steeds toch geduldig door te gaan, hulpen herhalen, het paard te belonen, op zijn gemak te stellen, totdat hij wat meer vertrouwd is en wat meer ontspannen is. Pas dan, als hij zich ontspant, kunnen we even de inspanning laten verlangen. U ziet, hij is nog steeds bezig overal te kijken en de Amazone blijft toch nog vrij rustig, steeds maar een beetje praten, dat kunt u misschien niet horen, maar het kan ook heel veel brengen, steeds wat praten en het paard op zijn gemak te stellen. Zo'n paard rijden we in eerste instantie nog veel in de lage lijn, wat nu misschien nog niet zo goed uitkomt omdat hij nog wat gespannen loopt, maar in de lage lijn, u ziet het daar al enigszins, dat de bovenlijn van het paard, zoals wij dat noemen, zich loslaat, ontspant, lang wil worden. Het paard moet de rug kunnen gebruiken. Daardoor kan hij zijn spieren van zijn lendenen, van zijn kruis, zijn achterbeen vrij gebruiken. Belangrijk is natuurlijk dat we een goede basis proberen te leggen voor de latere africhten. We moeten het paard gehoorzaam gaan maken. Proberen dat hij wil en begrijpt wat wij eigenlijk van plan zijn. Vaak moet je nadenken, waarom doet hij nou niet wat ik wil? En dan zal je tot de conclusie komen dat hij ook heel vaak niet begrijpt wat we willen. We kunnen nu hier enige oplettendheid gaan krijgen door elke keer weer overgang te rijden. U ziet hoe naam die dat probeert, steeds weer aandragen en terug laten komen naar de stad. Dat toch zijn gedachten heel langzaamaan wat meer op de Amazone terecht komen en niet zozeer op zijn omgeving. Steeds weer je hulpen herhalen, overgangen herhalen, totdat hij een beetje gehoorzamer wordt. Dus belangrijk met zo'n jong paard is dat je nog niet, maar dat je spelende wijze toch een beetje opvoedt, spelende wijze toch een beetje laat lopen daar waar jij het wil, in de houding dat jij wil en in het tempo wat jij wil. U ziet dat het paard eigenlijk al steeds makkelijk aangraagt als Nathalie haar been sluit. Een kleine hulp, misschien gebruikt ze haar stem daar ook wat bij. Een kleine hulp en het paard gaat voorwaarts. En dat alleen al is een beloning waard. Dat is eigenlijk steeds het allerbelangrijkste. Dat het paard op kleine, minimale hulpen steeds reageert. Hij weet nu dus al, ze komt met twee benen en hij moet naar voren. Het volgende wat we gaan leren, is als je met één been wat meer drijft, dat het paard wat zijwaarts gaat lopen. We kunnen kijken of dat ook al wil lukken. Als ze dadelijk afwendt aan de korte zijde, over de middenlijn. En dan proberen wij eens na te zien of je daarvoor je rechterbeen opzij kan krijgen. En kijk aan, dat accepteert het paard, dat doet hij dan toch wel. En ook dit is alweer een beloning paard. Hetzelfde natuurlijk op de andere hand. Heel belangrijk is, ik heb het net al gezegd, dat we die basis gaan leggen voor later. Dat we dus het paard evenredig gaan
belasten en gaan gymnastiseren. Wat we rechts op oefenen, moeten we net zo goed links op oefenen. Immers, laten we zware oefeningen, moet u ook links en rechts gelijkmatig kunnen. We hebben er niets aan als u bijvoorbeeld op de rechterhand een hele goede pirouette kan maken en op de linkerhand een veel mindere. En het is net als bij ons mensen, wij zijn ook rechts of we zijn links. Elk paard heeft ook een makkelijkere kant en een moeilijke kant. En juist door elke keer weer allebei die kanten erbij te pakken, proberen we gelijkmatig te krijgen op allebei de handen, op allebei de zijden. En we proberen hem daardoor te gymnastiseren, dat die krachtig genoeg wordt om in een later stadium de zware oefeningen aan te kunnen. Je kan proberen namelijk, als je hem daar voorwaarts krijgt, en anders kom je een beetje meer hierheen, al die mensen die daar lopen op de tribune, is natuurlijk vrij eng voor zo'n paard. Dus dat het dan nog een keer misgaat, is een hele normale reactie van zo'n paard. Dan blijf je hier wat op de cirkel, en dat is ook waar u thuis rekening mee moet houden. We moeten met een jong paard ook niet de moeilijkheden op gaan zoeken. Als die iets eng vindt, waarom zal je dat ook per se daar voorbij moeten krijgen? Dat kan altijd wel in een verder gevorderd stadium. Stel het eerst op zijn gemak en probeer onder makkelijke omstandigheden te verkrijgen wat jij wilt. Lukt dit dan? Dan ga je dat steeds verder opbouwen. En word je natuurlijk wel steeds strenger. Je gaat geleidelijk aan wel je grenzen verleggen en natuurlijk ook meer gehoorzaamheid eisen. Maar met zo'n jong paard moet je steeds weer spelenderwijs omgaan. Als je nu bederft door te hard te zijn, te streng te zijn, dan kan dat een invloed hebben op heel zijn leven. En we krijgen al gauw dat we zeggen, het is zo'n rotzak, hij wil niet dood. Maar, dan moet je goed bij jezelf te raden gaan, want heel vaak zijn we daar zelf de oorzaak van, dat we te veel al willen, terwijl het paard het niet begrijpt. Hier wil ik eigenlijk dit jonge paard bij laten. Ik had eigenlijk in mijn hoofd om nog een stukje galop te tonen, maar het lijkt ook gewoon niet verstandig. Waarom zou je doen? Dat doen we morgen thuis weer, als je op zijn gemak loopt. En als een paard een half jaar verder gereden is, of een jaartje verder is, dan zal hij dat hier ook gemakkelijk doen. We willen graag de volgende combinatie naar binnen vragen. En dat is een die natuurlijk al in het verre stadium is. En waar we dan ook wat andere dingen mee willen tonen. Heel hartelijk dank, Nathalie, voor het rijden met het jonge paard. En we zien het al direct, dames en heren. Deze loopt toch al veel meer op zijn gemak rond. En dat is normaal. Die is al meer van huis geweest, heeft al wat meer wedstrijdervaring. Dus die vindt het misschien ook wel eng hier en daar. Maar die bent gewoon op de Amazone die rond zit. Dit is een paard, dames en heren, deze bruine afstammeling van de hekstheorie. En hij wordt u voorgesteld door een 15-jarige Alice van Baal. Zij rijdt dit paard op wedstrijden op het niveau ZZ Licht. En daar worden al andere oefeningen gevraagd. Oefeningen met meer verzameling. U ziet het paard normaal raden. Een normale beweging. Nu kan je eens tonen, Marlies. Als we het paard wat meer in het verzamelde trap laten lopen. U ziet daar het paard nog wat meer verheven. Krijgt het wat meer zweefmoment. Zo laten we het nog maar een keer